Doe mij maar 3. 10. Oké, 3 euro allebei. Dit planten met 10 dagen. Elke dag. Ik ben aan het sparen voor een huis. 3? Doe maar 5. Welk andertje? Geen idee, man. Geen idee. Geen idee. Ik ga ook vaak over de grens, weet je. Het zijn geen echte hennepzaadjes. Maar het is toch hennep? Vogelvoer, jongen. Ja, ja. Die bruine korreltjes? Ja. Ah. Maar, hè? Maar van binnen flikt hij ook allemaal shit. Ah, ik vind het een beetje vaag, man. 3 meter. Ja, dat is vet. Dat is echt bizar. Die gozers denken dat het helemaal top wordt. Dat is wel grappig. Die heb je een failliet gekocht, toch? Ja. Ja, maar niet als ze uit vogelvoer gevist wordt. Dus succes ermee. Aan vogelzaad hebben we niks. Het is ook gewoon een hennepzaad. Ik heb niemand opgelicht, ja? En bedankt, Milan. Je moet het niet oplichten als je met de gevolgen kan dealen. Niemand wil een moeilijk kind. Hier op school wordt niet gevochten. En waar waren die jongens nou zo boos over? Gewoon vogelzaad. Pardon? En daar zitten eigenlijk ook hennepzaadjes in. Oh! Zoiets. Ik sprong er gewoon tussen toen ze gingen vechten. Ronduit respectloos. Hij heeft alleen zaadjes verkocht. En sinds wanneer ben jij plantendeskundige? Er konden geen wieplantjes uitgroeien. Maar het gaat mij hier helemaal niet om dat vogelvoer. De komende week neem jij al mijn huishoudelijke taken over. Ik vind het trouwens wel tof van je, Milan, dat je hebt geprobeerd om ertussen te komen. Dankjewel. Geen probleem. Die gast, Farid, heeft gewoon hennepzaad verkocht aan iedereen hier op school. Al helemaal dat ik iedereen zijn geld moet teruggeven, maar... Nou, dat snap ik enigszins wel. I'm sorry.